zo verrast dat Femke fan was van K3. En jouw grote droom is om als K3 op het podium te staan. Ja. Femke, we gaan het vanavond doen. Wij twee gaan optreden als K3. Ja. Ja. Maar wacht, dit is gek. Want ik zeg, wij twee gaan optreden als K3. Dus we missen een derde persoon. Maar wie is de derde persoon dan? Is de derde persoon dan? Welkom, welkom. Oh, sexy. Ook welkom, drie biggetjes. Welkom, welkom, wat hebben we plezier. Welkom, welkom bij de Dingetjes. Kom maar snel naar hier. Wacht even. Nee, dat kan niet. Nee, met alle respect. Maar luister, Femke, jouw droom om ons... Met respect? Ja, sorry. Want ik heb moeten overwinnen om hier te staan. Dat zie ik hier backstage bij hem zitten. Ik waardeer dit ook heel erg. Maar Femke, dit is het gewoon niet. Femke, jij wilde als K3 op het podium staan. Dat is gelukt. Droom is uitgekomen. Maar ik ben een 40-jarige moeder van twee kinderen. Dit is een lama met behaarde benen. Dat denk je terug. We moeten dit overlaten aan de echte K3, toch? Ja. Maar die zijn er helaas niet, of misschien toch wel! Yeah!